En dan doen we hier eventjes... Poep. Oh. Yo kijkers, met een bestand en nog een nieuwe video van Riders Republic. Vandaag gaan we de full release exploren. De game is een paar dagen geleden uitgekomen. Jij kan de game nu ook halen via de link in de beschrijving. Ik heb trouwens ook van Ubisoft een key gekregen. En heb ik allemaal sappige extra outfitjes gekregen. Super bedankt. Ik heb dit rare unicorn pak. Oké, dit moeten we aantrekken. Dit is amazing. Deze heb ik niet eens gezien. Oh, ik zie er nu zo raar uit. Oh, check dit. Oh nee, dit is sick. Zo heb je echt extra swag. Als je zo al de tail whips en bar spins doet. Look at me go. Snowboard op het gras. Maar in ieder geval, vandaag wil ik eventjes iets anders gaan doen dan dat we de vorige twee video's hebben gedaan. Vandaag gaan we ook al een beetje de map exploren. Maar ik wil het merendeel multiplayer gaan doen. Denk ik nou gewoon dat ik goed ben, maar is dat gewoon helemaal niet zo? Of ben ik gewoon echt mega pro? Oké, dat sowieso niet. Vandaag gaan we Free For All uittesten en Trix Battle. Volgens mij is Trix Battle gewoon Trix en dan dat je in teams tricks moet doen. En Free For All is volgens mij een race. Oh, wat je divisions. Je hebt echt ranks. No way. Oké, enjoy a selection of the finest. Oké. Weet je wat? We doen gewoon letterlijk normale race Free For All. We doen de normale. We zijn nu divisie 10. Ik neem aan dat dat dan de laagste rank is. En dan kan je dus langzaam werken naar divisie 1. Ik weet nog niet heel veel van de multiplayer gedeelte. Dat gaan we allemaal lekker samen exploren. Oh my, zag je die fiets? Die had echt sikke spaken. Dat is denk ik een elite bike. Want je hebt ook rarities van fietsen. Ik heb het echt heel erg veel gespeeld in de beta. En ook in de main game. Dus ik weet er nu ook wel echt veel meer van. Oh, wat is dit? Welke gaan we doen? Ik vind deze zwarte wel ziek uitzien. Maar we doen wel deze roze bike. Here we go. In de beta had ik by far de meeste sterren. En in de full release is iedereen waarschijnlijk heel erg goed. Here we go. Oké, negende plek. Dat is niet perfect. Maar we begonnen ook echt achteraan. Wat is dit nou weer? Oh, nee, nee, nee. Mensen zijn nu alweer aan het duwen. Ga weg, wielrenners. Oh, kijk. Ik ga heel smooth. Nee, ik ging zo smooth. Maar iemand duwde me tegen een boom. Dat is zo typisch. Het is altijd weer net die ene befaamde boom. Oké, maar we kunnen het herpakken. We kunnen het herpakken. I kinda doubt it. Maar nou. 7 alweer, joh. Maar we konden gewoon oprecht eerst te staan als we niet tegen die boom aanklapten. Oké, al deze roadblocks. Dat is zo naar. Oh, jemig. Dat ging ook nog eens bijna mis. Kan echt veel en veel beter. Oké, eventjes een kleine drift moest daar eigenlijk... Nee, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Ik kon ook gewoon even remmen. Oké, zo. Oeh. Oh crap, ik hoor iemand achter me als een zoemende bij. Waarom ga je zo hard, joh? Ja. Karma. Oké, we zijn al 30%. Dat is niet echt... We zijn niet echt ver. Come on, dit is een lange race, joh. Oké, 7-0. Nu komen echt de scores in beeld. Ik weet niet wat dat was. Het voelt een beetje als een Formule 1 race. Een beetje als een endurance race. Oh, yes! En er was een plekje opgeschoven. Heerlijk. Waarschijnlijk werd hij door zijn moeder geroepen. Ik kon gewoon in de top 3 staan. Easy. Maar ja, die befaamde boom. Oké, even uphill. Ik moet eigenlijk een beetje mijn sprint bewaren voor uphill. Want kijk, nu hebben we 0 speed meer. Dat is dom. Gewoon een beetje de corners cutten. Yes, kijk, we komen oprecht gewoon dichterbij. Hij remde volgens mij veel te erg af. Hier, we pakken binnenbocht. Nee, ik wist dat het niet slim was. Nee, en hij swiped er zo langs. Come on. Of nou, to be fair, ik wist niet. Ik wist helemaal niet dat dat zou komen. Ik heb letterlijk elke bocht via de binnenbocht. En dan komt er weer net deze. En deze was ook weer zo cruciaal, want hij crashte ook. Nee, nu hebben we zelfs een plek verloren. Dat kan toch niet? Maar daarom vind ik die mass race ook op zich wel leuk. Want er is altijd nog kans dat het kan switchen. Zeg maar, die dingen, je moet het allemaal niet al te serieus nemen. Omdat in de mass race is het nog veel erger. Je wordt gewoon constant gebeukt. Je kan niet alles beïnvloeden in de race. Dat is ook juist wel de charm ervan. Dus we moeten niet te toxic zijn. Niet te toxic. We zijn er een plekje opgeschoven. Bijna nog een, want hij is tricks aan het doen. Let's go. Ik denk dat hij dacht dat daar de finish was. But no, no, no. 4 zou misschien kunnen lukken. Oh, iemand is al gefinished. Oké, maar we zijn er bijna. We zijn er bijna. Oh, here it is. En dan doen we hier eventjes... Poep. Oh, top 5. Ben ik blij mee van de 12 man. Oh, mijn beste zit op de beste fiets ooit. Ik had een van de slechtste fietsen. Ja, yeah, come on. Wat krijg je als je 5e staat? Probably niks. Oh, division points. Oh, maar je kan dus ook gewoon denk ik divisie naar beneden gaan, neem ik aan. Oké. Dus het heeft echt een rank system. Dit is best wel profitable. Je krijgt voor divisie, voor weekly level en voor de career waar het over ging. Willen we nog één keer een free-for-all of Trix Battle? Ik wil eigenlijk wel Trix Battle. Ik denk dat dat meer mijn hometown is. Ik hoop even dat we op een snow Trix Battle komen. Want dat
Daar ga ik shinen. Kijk deze fiets. Dit is een pizza bezorger. Kijk dit, hij heeft pizza's. Oh, trouwens, die heb ik helemaal niet eens laten zien. Oh ja, die hadden we gelokt in de vorige video. Ik heb er al zoveel mee gespeeld. Dit is dus de One Foot Board. Die hadden we op het einde van de vorige video mislukt. En dit, mislukt, unlocked. Dit ding is letterlijk amazing. Ik hou ervan. Alle grabs zien er zo sick uit. Kijk even al deze grabs. Zo sick. Tenminste, het zijn gewoon alle oude grabs. Behalve dat hij er gewoon een voetje uitlaat. Do tricks on the modules to score points. Oh, het moet on the modules. Oh, het moet dus op de modules zijn. Dus het moet op de ramps. Dus ik denk dat je niet flat ground kan doen. Al deze termen waarmee ik gooi. Sommige dingen zijn gewoon niet uit te leggen zonder gewoon termen. Ooh, we're gonna do this, boys. Oké, meteen even naar Goofy. Want daar ben ik gewoon veel chill. Oh my god, en deze mech. Oké. Oh ja, het gaat nu al niet. Ah, het is ook zo druk. Ik wil eerst gewoon eventjes weggaan van mensen. We hebben tijd. Oh crap, het gaat niet heel erg goed. Oké, here we go, grinden. Yes, zo. Spin. Oeh, nee. Oh my, wat dom, jemig. Ik heb niet zoveel in dit park geskate. Oh kijk, maar hier krijgen we punten. Nee, kom op. Oh nee, al mijn tricks falen op het laatste moment. Oh, kan de ramp ook rood worden? Oh, je kan dingen claimen. Dat is het ding. Oh, ik zat alles helemaal voor niks te doen, joh. Oh, dus dat maakt het niet uit. Oké, je moet dus proberen de dingen te claimen. Maar dan ook met zoveel punten. Ik denk dat ze dan ook moeilijker zijn om te claimen. Ik denk dat je het moet overtreffen. Dus kijk, als ik nu even een mindere trick doe. Kijk, hij blijft. Denk ik. Weet ik niet. Oké, dus je moet het overtreffen een soort van. Dat is een heel tof idee. Oké, okay, even kijken. Het midden van het park is vooral van hun. Dus dan moeten we eventjes iets aan gaan doen. Hoppa, zo. Yes, kijk, die is overgenomen. Yeah. Oké, okay, oh, dat is gewoon echt één grote module. Oké, okay, laten we zo. Hoppa, en dan springen we zo naar de andere ramp. Oeh, heerlijk. Oké, okay, oh, deze ramps zijn ook weer overgenomen. Oh, het is een soort constant back and forth. Oké, okay, even kijken. Oh nee, ik heb natuurlijk nu niet op deze ramp gedaan. Kijk, hij heeft hierop gedaan. Heerlijk. Heerlijk. Doen punten ook nog echt wat? Zeg maar, doet het ook nog wat als ik op mijn eigen modules gewoon punten score? Of moet je dat juist doen? I don't know, we zijn het allemaal aan het uitvogelen. Hoppa, die is overgenomen. Ja, dan krijg je punten. Oké, okay, maar wat gebeurt er? Dat gaan we nu even uittesten. We gaan het gewoon lekker proberen. Wat gebeurt als ik hierop een trick doe? Dan moet ik hem ook wel even landen. Octopus District. Oh, als je één district hebt, krijg je extra punten. Wat sick. Oké. Okay. Oh, deze hebben we letterlijk bijna. Los van de rail. Nee. Die rode gast gaat hem halen. Nee. Oh, er zit nog één blok. Crap, we moeten even die rode gast hier wegkrijgen. Oh ja, hier moeten we opspringen. We moeten de zijkant rail. Dan hebben we deze. Dan hebben we letterlijk deze. Crap. Er moet niemand komen. Nee. Crap. Nee, hij komt. Hij komt. Er komt een rode. En hij gaat de rail pakken. No. Oh ja, ze zijn hem nu allemaal aan het pakken. Oh, maar dat is moeilijk om op die rail te komen. Je moet het ook niet te veel focussen. Want dan ga je ook weer fouten maken. Nee, hoe sla ik die over? Come on, hoe kan dat? Vandaar dat hij ook gewoon wit is, zeg maar. Niemand heeft die nog gepakt. Want dat is ook echt een moeilijke rail om te pakken. Daar moet ik wel eerlijk over zijn. Oké, we hebben hier alles behalve die ene domme rail. Oké, hier even een rondje draaien. Zo, oké, we gaan hem doen. Ik ben de eerste die hem gaat doen. Nee, come on. Waarom is die zo moeilijk? Oké, ik ga even deze doen. Hoppa, want deze is ook niet gedaan. Die hebben we ook nodig om dit stuk te claimen. Oh, ja, je hebt echt veel meer nodig dan je denkt. Maar het is dus beter om een hele area te pakken. Mensen werken te veel door elkaar. Dus als we zo doen. Yes. We got him, boys. We got him. En dan hebben we deze ook. Oké, ik ga nu wel even afhaken. No way. Crap. Nee, nu is die niet gescoord. Oké, deze moeten we als allerlaatste doen. Nee, hij wordt helemaal overgenomen. Heb ik hier zo mijn best gedaan. En dit is het halve rode team hier. Ik heb hier al de tijd zo mijn best voor gedaan. Kom op. Dit moet lukken. Nee, ze nemen gewoon constant over. Waar is ook ons halve team gebleven, by the way? Hallo? Oh crap, ze hebben letterlijk echt volledige areas al. Oh shit. Oh, dus dan tellen die... Oh, die rails tellen denk ik niet mee. Oké, zo. Bam, en dan pakken we deze ook nog mee. Heerlijk. Perfect. Hoppa, dan doen we deze ook. Ze zijn ons wel een beetje aan het inmaken. Kom op, team. Voor mijn gevoel doe ik alles in mijn eentje hier. Oké, als we hier gewoon even langzaam, gewoon zo... Oh, ik had... Ja, kijk, die hebben we nu ook aangetikt. Al, dat is een nice exploit. Of ik weet niet of het een exploit is, maar gewoon een leuk trucje.
Oh, defeat. No! We hebben het geprobeerd. Oké, deze game mode vind ik heel erg leuk. Ik vind het heel erg leuk. Het was leuker, leuker dan ik had verwacht. Tricks Battle is sowieso wel mijn favoriete. Die vind ik echt leuk. Die wil ik echt vaker proberen. What are we gonna do? Wat is dit? Oh, dit is de delivery bike met de pizza. Ja, 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 dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Zullen we gewoon even in met een rocket wingsuit? Woo! Let's go! Oh, dat voelt zo nice als je zo boost. En dan... Nee! Oké, dat voelde dan weer niet zo nice. Kijk hier, we gaan even flexen. Even flexen. Even flexen. Oh, even concentreren ook wel hoor. Nee, oh nee. Ik tikte net mijn wingtip aan. Oh no. Oké, zo. En hier. En dan. Oh crap, dat is de verkeerde knop. Free delivery, the Shag Daddy event. In crust we trust. Damn. Sip around camp to get those pizzas delivered in time. Dit is niet helemaal wat ik had verwacht wat ik vandaag zou gaan doen in de game. Maar oké. Okay. Here we go. Oh, en we zitten ook allemaal in panda outfits. Oh, jemig. Oh, ja, dat kon ik niet zien. Oké, okay, sprint. We werken gewoon bij thuisbezorgd hier. Oh, oké, okay, er vallen ook... Wacht, er vallen ook pizza's weg. Oh, nee. Maar is dat dan ook als ze te veel uitvallen of zo dat ik verlies? Iedereen staat in de weg. Joh, wat is dit? Waar moeten we heen? Oh, er zijn meerdere checkpoints. Oh, je moet nu gewoon naar random plekken toe. Oh, you gotta be kidding me. Oh, dit is echt chaos. Je moet gewoon letterlijk nu naar meerdere plekken tegelijkertijd. Oh, ik ken de map niet. Hier zijn pizza's. Hallo, pizza is hier. De helft is er al wel uitgevallen, maar oké. Okay. Oh my god, ik ben Big Brain. Ik ga first person. Dat had ik vanaf het begin moeten doen. Het zijn ook zoveel pizza's. Het zijn zoveel pizza's. Oké, okay, hier was er eentje. Waarom is die nu weg? Hallo? Waar is die? Oh, hij is hier. Oh nee, hier, hier. Perfect, perfect. Oké, okay, en dan doen we nu deze verre. En dan hebben we volgens mij eigenlijk nog drie hele verre. Oké, okay, dan gaan we nu naar deze. Doen we het op? We staan derde. Oh my god, de first person trick. Hoppa, ook nog even door de poortjes. Oh, wow, zie je die skinnies daarboven? Volgens mij is dat zo'n uitroepteken, zo'n danger ding. Oh, die wil ik eigenlijk wel proberen. Die ziet er echt heel moeilijk uit. Oké, okay, hier, hoppa, yes. Kom op, ik wil derde blijven. Ik wil derde blijven. Vijfde, zesde, wat is dit? Was dat al zo close call? Dit is hem. Oh, je moet nog finishen. No way, je moet finishen. Crap. Anders was ik er nu al. Anders was ik er nu al. Tweede, tweede. Yes, tweede plek. Let's go. Eerste? What? Er stond nog dat ik tweede was. Oh, I'll take it. Wat gaan we hiervoor kiezen? Laten we een downhill doen. Ik denk dat het eigenlijk het beste is om een funky te nemen. Want die zijn vaak langzamer. Oh, here we go. We gaan al. Oké, okay, deze is by far het meest insane. Deze is insane. Oké, okay, ik moet even concentreren, mensen. Mijn zweet in de hoofd, part 2. Nee! Ik zie mijn wiel niet. Oh. Nee! Ik weet niet meer hoe je teruggaat naar een checkpoint. Ik weet... Scrap. Ik weet niet meer hoe je teruggaat. Let's go! Hey, volgens mij echt nog 30 seconden. Die zijn zo leuk om te doen. Er is er ook nog één in Rider's Ridge. Die weet ik wel, maar volgens mij is die echt moeilijk. Maar voor nu, kijkers, ik zie jullie bij de volgende video. Later!